25 sollicitanten op vacaturepost burgemeester, Gino Vanelli komt naar Tiel, jonge visser in het zonnetje gezet, brandweer zoekt versterking en reddingsboei aan de Waal. Dit is Stads-TV Tiel Actueel. Voor de burgemeestersvacature in de gemeente Tiel hebben zich 25 sollicitanten gemeld bij de commissaris van de Koningin in Gelderland. Onder de 25 sollicitanten bevinden zich 4 vrouwen. De leeftijd varieert van 38 tot en met 58 jaar. Onder de kandidaten bevinden zich 6 burgemeesters, 10 wethouders, 3 raadsleden en 1 lid van de Provinciale Staten. De overige 5 sollicitanten zijn afkomstig uit diverse disciplines, zoals het bedrijfsleven, het onderwijs, de overheid of de dienstverlening. De burgemeesterspost in de gemeente Tiel komt per 1 januari 2012 vakant door het eervol ontslag op dezelfde datum van burgemeester De Vreeze. In de komende maanden zal de Gelderse commissaris gesprekken voeren met een aantal kandidaten. Vervolgens overlegt hij met de vertrouwenscommissie die door de gemeenteraad van Tiel is samengesteld. Op basis van de eerder vastgestelde profielschets draagt deze commissie 2 kandidaten voor aan de gemeenteraad. Nadat de gemeenteraad zich over deze voordracht heeft uitgesproken, wordt de uiteindelijke aanbeveling vergezeld van een advies van de commissaris van de Koningin aan de minister van Binnenlandse Zaken voorgelegd. Alleen de naam van de kandidaat die als eerste op de aanbeveling staat, wordt openbaar gemaakt. De aanbeveling voor een nieuwe burgemeester zal naar verwachting in het najaar van 2011 in de gemeenteraad van Tiel worden vastgesteld. Onlangs was de Canadese wereldster Gino Vanelli in Tiel om de puntjes op de i te zetten voor zijn optreden tijdens Jazzy Tiel in het najaar van 2011. Hi, I'm Gino Vanelli and I'll be here in Tiel at Jazzy Tiel at the theater Akhmiknanov. Say it again. Akhmiknanov. I'll be here with my Dutch band and the Houdinis and a few people from America. So come join us. It'll be intense. Dit jaar bestaat Jazzy Tiel 5 jaar. Een lustrum. Dat is een moment wat we niet aan u voorbij willen laten gaan. En we hebben dit jaar een fantastisch programma. Een programma waar we 2 dingen mee willen laten zien. 1, dat we er zijn en dat we altijd al zijn geweest, namelijk 5 jaar. En 2, dat we groter willen worden. De Wereldact kan naar Tiel komen door de financiële bijdrage van hoofdsponsor Tempelman en De Niet. Marcel De Niet. En een act als Gino Vanelli, denken wij, zet Jazzy Tiel definitief op de kaart. Donderdag werd in het clubgebouw van de Batouwers en onder ons aan de Zuiderhavenweg in Tiel jeugdlid Tom Capelle in het zonnetje gezet. Tom werd vorig jaar 3e bij het NK Zoetwatervissen voor junioren en heeft zich dit jaar middels de voorselectiewedstrijden weer geplaatst om deel te nemen aan het Nederlands kampioenschap Zoetwatervissen. Tom vist mee in de categorie B voor jongeren van 13 tot en met 16 jaar. HSV onder ons is trots op de prestaties van jeugdlid Tom en liet dat blijken met een mooi cadeau. Dat was een kistje met handgemaakte dobbels. Hoe lang vis je al? Vanaf mijn 4e jaar. En hoe is het de laatste tijd gegaan met het vangen? Nou, beter. Want ja, vorig jaar mocht ik Nederlands kampioenschap vissen. Alleen er was wel slecht gevangen. Maar toch uiteindelijk was ik wel 3e geworden. En dit jaar? En dat weet ik nog niet. Dat wordt, dan moet ik 10 september vissen. Dus het wordt wel spannend. De Tielse brandweer is op zoek naar nieuwe collega's die bij het vrijwillige korps hun steentje willen bijdragen. Het korps bestaat nu uit 54 personen en dat is te weinig. Iedereen die wekelijks 1 à 2 avonden vrij wil maken en niet ouder is dan 40 jaar kan vrijwilliger worden. De voorkeur ligt bij vrijwilligers die ook overdag beschikbaar zijn voor de brandweer, maar dat is geen must. Vaste onderdelen van het brandweerwerk zijn natuurlijk uitrukken als de pieper gaat, maar ook opleidingen volgen en oefeningen doen. Brandweermensen ontvangen een vaste jaarvergoeding. Daarnaast zijn er aparte vergoedingen voor oefenuren, opleidingsuren en voor de uren waarin wordt uitgerukt. Door de vergoedingen is het werk bij de vrijwillige brandweer op te vatten als een kleine deeltijdbaan. Wie meer wil weten over het brandweerwerk kan terecht bij Gerrit van Dolderen. Hij is te bereiken via 0344 675 750. Dat is 0344 675 750. Een plaatje in de nieuwe reddingsboei bij de veerstoep aan de Waal in Tiel herinnert aan de tragische dood van Willy Spee Dubbeldam. Ruim een jaar geleden, op 2 juni 2010, liep de Tielse hier het water in en verdronk. En 2 juni vorig jaar staat natuurlijk nog
heel erg in de gedachten gegrift. Het hele verdrietige moment dat je vrouw, laat ik het maar eerlijk zo zeggen, het niet meer zag zitten. En een heel vreselijk besluit nam om deze kant op te gaan. Zullen we met de watergooishamer? Ja. Ja, het water is natuurlijk. Ja. Tot zover Stadstv Tiel Actueel. Hebt u voor ons informatie? Laat het ons dan weten. Dit kan via mail info@stadstvtiel.nl.